We gaan naar de overburen, want ze werden eigenlijk al een beetje aangekondigd door Ben. Want ze zijn inderdaad theatermakers. Hè? Ilona Kevelam en Boudewijn Koops. Ja, ze, De Wilde Deerne, zo heet het muziektheaterspectakel, waar heel wat Zollenaren aan meewerken. En wat zij dus eigenlijk hebben opgezet. Over een half jaar gaat het in première. Het is een productie van de Zwolse Stadsproductie. Daar zijn jullie van. Yes. Ja, De Wilde Deerne. Wat is het voor verhaal, Ilona? Ja, De Wilde Deerne is een verhaal wat zich exact 300 jaar geleden heeft afgespeeld. In de bossen bij Zwolle. Waar bij een haven zaten een vrouw van adel woonde. En die zag in haar bos het een en ander bewegen. Heeft haar man opgejut en gejaagd om het ding te vangen. En die is met 200 boeren het wilde ding gaan vangen, in de veronderstelling dat het echt een wilde beest zou zijn. Maar het bleek een heel angstig meisje van 18 jaar te zijn. Die helemaal verwilderd, schuw, met huid van een paard, haren als touw, in de bossen leefde. Een waar gebeurd verhaal. Een waar gebeurd verhaal, ja. Ja, Boudewijn, ja. Bij jou denk ik, hoe heeft hij hier nog tijd voor? Want jij doet zoveel. We zien jou geregeld hier aan tafel. Maar ook hiervan heb jij gezegd, hier wil ik graag aan meewerken. Nou ja, niet alleen aan meewerken. Los van die andere projecten die voor mij heel waardevol zijn, is dit echt een droom die uitkomt. Ik ben met Ilona nu twee jaar bezig en met Typhoon om dit tot stand te brengen. Ja, Typhoon, een hele bekende naam, maar die heeft zich ook hier dus aan verbonden. Ja. Ja, en vanuit een heel mooi ideaal. Gewoon vanuit het idee dat je dat Zwolle groeit. Zwolle wordt een grotere stad. Zwolle heeft super veel talenten die sommige mensen helemaal nog niet kennen eigenlijk. En wij missen een beetje gemeenschapszin. Hè? Zwolle gaat misschien wel straks naar 150.000 inwoners. Ik voel me er heel erg thuis. Ik kom uit op Marsum. Maar in Zwolle heb ik echt mijn plek gevonden. En dat komt omdat die mensen zijn gewoon superleuk. We hebben daar een hele rijke geschiedenis. En eigenlijk kunnen we met theater, met zo'n voorstelling, zouden we dat verhaal kunnen gaan vertellen. En dat het nu gaat gebeuren en dat ik dat beeld zie van het meisje op de poster. En dat we het gaan doen, joh, dat is echt onvoorstelbaar gaaf. Sorry, wat nee, mag, ja, je mag, ja, ik stuiter hoor. Nee, nee, maar. Nee, zo gaan we de hele tijd. Maar het leuke is, wij zijn allebei Twentenaar, weet je. En ons hoef je niet uit te leggen wat nobberschap is. Nee, dat mis je in Zwolle dan een beetje? Nou, in zoverre niet zozeer missen, maar waar we dat is iets waar we voor willen werken. Om nog meer met verschillende partijen samen te werken en daarmee samen verantwoordelijk te zijn voor je stad. Maar dat is dus wel iets heel moois wat jullie voelen, wat jullie eigenlijk meenemen vanuit vroeger naar de stad waar je nu woont. Ja. Ja. Maar dan denk ik, dat heeft Zwolle dan dus blijkbaar niet. Nee, jawel, dat heeft Zwolle wel. Oh. Heeft Zwolle, ja, nee, voor dat, pas op. Maar, want wat ik al zeg, het samen aan iets kunnen bouwen, dat lukt in sommige gemeenschappen veel makkelijker omdat het kleiner is. Als het in op Marsum, het verenigingsleven, als ik daar aan terugdenk, de carnaval. Maar ook de projecten die ik deed in Den Ham, het schouwspel, hè, 9 december straks. Ja, staan ze wel, maat. Ja, 5 jaar elk jaar weer elke keer weer een succes. Ja, maar dat kan ook in een grote stad. Maar dan heb je verbinding nodig, dan moet je elkaar ontmoeten. En als je elkaar niet durft te ontmoeten of je leeft allemaal een beetje in je eigen bubbel, ben je theater aan het maken, dan kom je nooit tot zo'n plan. En toen dachten wij, wat nou als we dat eens openbreken en proberen met elkaar iets te gaan maken wat ertoe doet. Nou, dan moet je daar wel een verhaal bij vinden. Dat was niet helemaal makkelijk. Zwolle heeft een fantastische geschiedenis. Het gaat om de Hanze, decor is natuurlijk ook hartstikke makkelijk. Ja, die grachten, dat water. Dat hebben we natuurlijk in Twente wat minder. Maar toen vonden wij dit verhaal. En dit verhaal is gewoon Mowgli, Tarzan, Romulus en Remus, stichters van Rome. Maar dan echt gebeurd. Ja, toen we dat vonden. Exact 300 jaar geleden. Maar daar moet je heel veel mensen heel enthousiast voor kunnen krijgen, denk ik. Ja. Ja, dat was ook wel een lange tocht. Want hoeveel mensen heb je nodig? Nou ja, we gaan straks. Nou, we hebben superveel vrijwilligers. We zijn natuurlijk ook wel goed kunnen meekijken met onze vrienden in Almelo. Die een fantastisch project hebben neergezet bij het Verzet. Ja. En in die orde van grootte gaan we proberen iets neer te zetten, maar dan op z'n Zwols. Dus ja, superveel vrijwilligers nodig ook. Meld je me aan. Heel graag. Vrijwilligers, meld je aan. Mensen die gaan bouwen. En natuurlijk de gezelschappen die mee gaan werken. Want ook de gezelschappen gaan onder regie van Ko van de Bos. Voor mij een waanzinnig inspirerende regisseur geweest. Ook tijdens mijn theaterstudie. En voor heel veel mensen werkte bij het Noord-Nederlands Toneel. Die hebben we naar Zwolle kunnen halen. Als een soort formateur. Om al die gezelschappen bij elkaar te kunnen brengen en samen te kunnen werken. Maar je hebt die vrijwilligers nodig. Maar je hebt natuurlijk ook wel goede acteurs nodig, denk ik toch? Zeker. Ja.
We hebben een leuk moment, Elon. Ja. Zullen we het doen? Ja, we gaan dus nu zo, en als wij dan op onze spreekwoordelijke button drukken. We hadden even een knop moeten hebben. Ja, eigenlijk wel. Want dan gaan we live. En eigenlijk wat er dan gebeurt is dat er zo meteen komen de 13 dragende rollen, dus de tekstrollen, die komen online. En dan kan heel Zwolle daar auditie voor doen. En zowel professionele acteurs als semi-professioneel, maar ook jonge talenten die en passie hebben voor theater. Of graag ontdekt willen worden en vinden dat ze iets kunnen. Of ja, misschien zelf twijfelen, maar nu toch de kans durven te pakken. Dus dat gaat... Gaan we het doen? Ja, we gaan het doen. 1, 2. We zijn online. Ja, heel goed. Op onze website zullen wij dan vermelden waar ze jullie weer kunnen vinden. Ja. Je gaat toch zelf ook wel een rolletje vervullen, neem ik aan. Of een rol. Ik hoop het wel. Ik ben voorlopig heel erg druk met alle partners en de sponsoring die ook moet. En met Ilona de dagelijkse leiding... van de stadsproductie, maar ik hoop toch wel ergens dat ik nog een kostuumpje aan mag in mei. Maar als dat niet zo is, is het ook niet erg. We zijn al lang blij dat het er is en dat het er komt nu. Nou, ik ben heel benieuwd. Ilona, ben jij ook een actrice? Wil jij ook graag een rol? Nee. Of zeg je, laat mij maar de boel een beetje regelen? En, Ja, ik heb wat theateropleiding gedaan, maar het is niet waar ik me het fijnst bij voel op de vloer. Ik ben graag achter de schermen en duw en trek daar graag en kijk wat het onmogelijke mogelijk maakt, zeg maar. Daar hou ik van. Goed. Ja. Wat nog wel leuk is, 16 december om 4 uur. Dat is volgende week zaterdag. Ja, geef ik een inleiding met Wim Koster. En Wim Koster hoort ook bij ons team. Wim Koster schrijft het boek, Het Wolfsmeisje, wat samenloopt met onze voorstelling. Dus er komt ook een boek uit. Tegelijkertijd? Ja, dat is bij onze kick-off op 6 april. Ja. En Wim en ik geven samen een inleiding op dit verhaal en op de stadsproductie. En om nog meer mensen enthousiast te maken. Ja, we hebben er één gedaan, dat ging heel goed. En nu durf ik er nog één te doen. En te kijken of misschien heb je al een rol al wel vervuld dan. Maar misschien zijn er nog wel wat rollen te vervullen en krijg je daar weer mensen. 21 en 22 januari. Dan zijn de audities. Nou goed, schrijf het in de agenda als u mee wilt doen. Succes het komende half jaar. Ik ben heel benieuwd wat het gaat worden.